En dan, vorige week begonnen wij een televisieringcampagne. Stem Erik de Vogel. Die is niet onopgemerkt gebleven. De telefoon stond rood gloeiend. Mailbox overvol. Zelfs de stickers met Ludo verdient een kudo zijn massaal op het vlees in de supermarkt geplakt. Dank daarvoor. Ik zag ook hele leuke reacties van Ludo-fans. Bijvoorbeeld hier, ene Caroline de Bruin steunt de ZML-actie voor Ludo. Die is zelfs met haar idool op de foto gegaan. Oh, wat leuk hoor. Hashtag don't let your wife find out. Maar laten we niet vergeten waarom we dit doen. Hoe actueel en urgent, maar ook schrijnend onze actie is, blijkt maar weer uit deze zin, uit dit RTL-artikel. Voor zover bekend won de vogel nog nooit een prijs. Oh. Ik kan daar met de beste wil van de wereld niet bij met mijn hoofd. Dat moet veranderen. En ik kreeg uiteraard ook veel vragen over de stemprocedure. Hier schreef iemand... Hoi Arjen, die verkiezing die je hebt georganiseerd, die televisiering, hoe stem je daarvoor? Nou, ten eerste... Ik heb het niet georganiseerd. Ik heb het laten organiseren door Televizier. En je stemt op televizier.nl/ring met je e-mailadres. Nou, dan heb ik deze nog. Arjen, ik heb een best wel grote mosterdvlek op een zwart shirt. Ik ben al met water en azijn aan de slag gegaan. Wat moet ik doen? Nou, het beste wat je kan doen is stemmen op Erik de Vogel. Deze, hey, je zei net op tv dat je met een e-mailadres kunt stemmen. Maar dan kan ik toch ook meerdere malen stemmen met meerdere e-mailadressen? Ja. Dat kan zeker. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo netjes, hè? Het zal wel echt een Ludo-actie zijn. Misschien kan het wel. Probeer het lekker uit, zou ik zeggen. Kijk maar even. Dan heb ik nog deze. Hoi Arjen, is het niet een beetje raar dat het vorige briefje reageerde op het briefje daarvoor, terwijl het al die tijd al op tafel lag? Groetjes Victor Mits van Mindfuck. Wat? Hoe dan? Wat? What the fuck? Oh, dat moet wel een illusionist zijn. En arts. Oh. Zo knap hoe die dat kan, hè? Wat een goed programma is dat ook. Lieve mensen, stemmen op Erik de Vogel kan nog tot uiterlijk morgenochtend 10 uur. Je hebt nog 11 uur, 39 minuten en 16 seconden om de wereld een heel klein beetje rechtvaardiger te maken. Zondag met Lubach steunt Erik de Vogel voor de zilveren televizierster voor beste acteur. Verdien de waarheid nu. Dus ga naar televizier.nl/ring en stem. De tijd dringt, dus doe mee. Het maakt niet uit hoe vaak u stemt, al is het maar één keer. Elk e-mailadres telt. En stem op niemand anders dan Ludo Sanders. Ik ben Arjen Lubach en I approve this message. Vond je dit een leuk filmpje? Gefeliciteerd, dan heb je goede smaak. Blijf lekker hangen. Kijk nog even wat andere video's en vergeet je niet te abonneren. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.